Aan de rand van een bos in Noord-Drenthe heeft een paardje zeearenden een nest gebouwd in een reusachtige Sitka-spar. Vandaag gaat vogelringer Willem van Manen de boom in om het jong te ringen. Plan is om hem daar in een tas naar beneden te laten zakken en dan op te meten, te wegen en van ringen te voorzien. Maar het jong is groter dan verwacht. Hebben we nog een grotere tas bij ons? Maar uiteindelijk lukt het om het jong veilig beneden te krijgen. Oké. En als ook Willem weer veilig beneden is, kan het ringen beginnen. Dit is de VT-ring, die doen we wel op de linkerpoot. Die zijn speciaal oranje gespoten. En dat is de code voor Nederland, want in Europa krijgen ze allemaal hetzelfde type kleuring. Maar dan kun je aan de gewone ring kun je zien direct uit welk land die komt. Vervolgens wordt een aantal metingen gedaan. Snavelgrootte, pootdikte en het jong wordt gewogen. Nou, hij is 5,1 kilo. Is het nou bijzonder om zo'n zeearend jong te ringen? Ja, zeker wel. Dat doe ik niet iedere dag. Ik heb het wel meer gedaan, maar nooit in Drenthe bijvoorbeeld. Het zijn knotsen van ringen die hij om heeft. Heeft hij daar geen last van? Nee. Dat zijn dingen. Ja, het zit mooi ruim. Het valt ook niet af. Ze worden knetteroud met ringen om. Dus we mogen ervan uitgaan dat een ring dat eigenlijk niets is. De zeearend heeft vorig jaar voor het eerst in onze provincie gebroed. Maar ondertussen zwerven er meer paardjes rond. Ze doen het dus goed. Een zeearend is een dier dat heel gauw profiteert van veranderde omstandigheden. En daar bedoel ik mee dat hij hoort eigenlijk bij grootschalige moerassen, grote uitgestrekte natuurterreinen waar veel voedsel is. En als we om ons heen kijken, ook in Drenthe, dan zien we dat er overal bijvoorbeeld veel ganzen zijn, ook overzomerende ganzen. En dat is eigenlijk allemaal heerlijk voedsel voor die zeearend. En als er dan rust is, dan kan die ook best in Drenthe een goede plek vinden. Of dat werkelijk gebeurt, valt dankzij de ring beter te onderzoeken. En het is ook wel interessant om juist deze vogel hier te ringen. Want dit is eigenlijk een van de eerste zeearenden in een veengebied. En de rest zit allemaal in wat rijkere moerassystemen, moerasgebieden. En ja, dit is eigenlijk de eerste vogel in het veen. En dat is interessant om te weten waar ze naartoe gaan. Zoeken ze ook weer als jong veengebieden op om zich te vestigen. Ja, en dat weet je door dat ringonderzoek. Zo'n grote kleuring is natuurlijk goed af te lezen.